Welkom bij het meditatief moment met de titel Over gezag gesproken. Ik begin met een korte lezing uit de Bijbel. Er volgt een kort woord en daarna horen we Wiebe Kooijmans op het orgel. De schriftlezing komt uit Markus 1, vers 21 tot 28. Ze gingen op weg naar Kafarnaüm en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe, niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand met gezag. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde: "Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God." Jezus sprak hem streng toe en zei: "Zwijg en ga uit van hem." De onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: "Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd." Tot zover de schriftlezing. De mensen zijn diep onder de indruk van het onderricht van Jezus, want hij sprak hen toe als iemand met gezag. De zondagavond na de rellen in Den Bosch en Eindhoven luisterde ik naar een geëmotioneerde burgemeester van Eindhoven die machteloos was onder het geweld en de plunderingen van hooligans. Wat ik hoorde was een functionaris zonder gezag. Het geweld en de plunderingen die we in de afgelopen dagen zagen laten zien dat wij ook in ons land te maken hebben met een gezagscrisis. Zij het dat een betrekkelijk kleine groep beeldbepalend is en dat de overgrote meerderheid zich voegde in de democratische besluitvorming over de avondklok. Mensen worden gezagvol voor anderen omdat die hen vanuit een innerlijke autoriteit voeren naar bronnen waar ze zelf geen weet van hadden. Mensen stralen gezag uit wanneer ze waarden belichamen als liefde, waarachtigheid, trouw. Wil gezag werkelijk functioneren, dan moet er ook iets gezegd worden wat gezag in zichzelf heeft. Omdat het waar is. Omdat het betrouwbaar is. Echte woorden zijn ook daden. Ze moeten werkelijkheid worden, anders zijn ze leeg. En dat straalt Jezus uit, niet zoals de schriftgeleerden. Zijn gezag is dus geen gezag vanuit de functie. De hoorders van toen, die voelen het: dit klopt, dit gaat over ons. Er gebeurt iets. Aan alle kanten, ook aan de kant van het verzet. Want het licht van Jezus schijnt ook in de donkere hoeken. De onreine geesten komen onmiddellijk tevoorschijn. De man slaat alarm. "Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth?" schreeuwt hij. "Ben je gekomen om ons te vernietigen?" De man wordt bang en onzeker, omdat hij het oude vertrouwde dreigt te verliezen. Want ook het leven met een onreine geest kan je vertrouwd zijn geworden. Hij weet wat hij heeft en hij weet niet wat hij krijgen kan. Jezus weet wat hem te doen staat. Zwijg en ga uit hem weg. Met het kwaad ga je niet onderhandelen. Woorden met gezag. En dus gebeurt het. In een bezeten wereld bevrijdt Jezus mensen van hun angst.
Ondertussen is die wereld nog steeds bezeten. Ook het bestuur van ons land verkeert in een gezagscrisis. Want de val van het kabinet was het onvermijdelijk gevolg van de eigen uitholling van het gezag door het kabinet zelf. Onder het geweld in de Nederlandse binnensteden ligt, naar mijn mening, gebrek aan zingeving. Daaronder ligt een niet gedeelde moraal. Daaronder ligt intense verveling. Op de Sabbat in de synagoge van Cavernum zijn de mensen diep onder de indruk van het onderwijs van Jezus. Een onvrije mens wordt door hem bevrijd. Over gezag gesproken. Bestaan ze, gezagsdragers? Jazeker. Kijk de televisiedocumentaire Klassen maar eens terug. En zie hoe de juffen met liefde, geduld en trouw zich inzetten voor die kinderen uit problematische en kansarme gezinnen. Je ziet engelen zonder vleugels. Tot slot een gedicht van Alfred Falster. Verslag heet het. Naar onze gewoonte gingen wij ter synagoge om er ondersteboven weer vandaan te komen. Een man kwam daar te spreken over wet en profeten, de hoeken van ons leven. We werden onderwezen. Herkend door een onreine geest wist hij te bevrijden wie daar in levende lijven zat weg te kwijnen. Ongehoorde zaken. Woorden stonden op als daden om een goede ziel te raken met goede genade.